Wij kunnen onze programma's alleen maken dankzij kijkers zoals jullie. Vorig jaar hadden we bijna 5000 donateurs en daar willen we dit jaar natuurlijk graag overheen. Help ons dus en steun ons door te klikken op de link rechtsboven in beeld of ga naar de beschrijving hieronder. Ik dank jullie bij voorbaat van harte. Welkom bij de Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardenwijk en we zitten in de auto. Net terug van een bezoek aan Thomas Bolle en Carlijn Kingma, die in het Rijksmuseum van Twente, in Enschede, we zijn flink onderweg vandaag, een tentoonstelling presenteren over het financiële bestel. Het gaat over het waterwerk van geld. En in dit tentoonstelling is een historische lijn over hoe men vroeger nadacht over speculanten en geld, met veel spotprenten en maatschappijkritische kunst. En de tweede lijn van de tentoonstelling is een kunstwerk, eigenlijk een kaart getekend door architect en cartograaf Carlijn Kingma. En zij verbeeldt daarin, mede geïnspireerd en onderbouwd door Thomas Bolle en Martijn van der Linden, die kennen jullie allebei natuurlijk van de Nieuwe Wereld. Ja, hoe het waterwerk van de economie werkt. Hoe verhouden pensioenfondsen zich tot grote bedrijven, tot derivatenhandelaren, banken, schaduwbanken, de Europese Centrale Bank. En ze hebben een tekening gemaakt, nou, dat was echt waanzinnig. Gewoon verbluffend hoe ze in één tekening proberen om het geldsysteem te vangen. Nou, die hebben we vanmiddag bekeken. Ik hoop dat jullie mee gaan genieten van wat ik ervan geleerd heb. Dus we gaan het museum in. Ik ben er al geweest, maar jullie gaan nu. Nou, we zijn nu eindelijk binnen in het Rijksmuseum Twente samen met Thomas. Thomas hey. Bolle. Yes. Goed dat we hier zijn. Erg benieuwd. Samen met Carlijn Kingma heeft Thomas deze tentoonstelling gemaakt. En we gaan het hebben over wat hij allemaal precies is uitgebeeld, maar de kern is, en ik hoor het even met een oog naar jullie, hoe zit het financieel systeem in elkaar en hoe kun je dat tot uitdrukking brengen in tekeningen, kritisch tot uitdrukking brengen. En Carlijn heeft dat gedaan. Jij hebt het bedacht, hoewel de tekentafel en het denkproces lopen elkaar door elkaar heen. Ja. Ik ben samen met ons derde projectgenoot, Martijn Jeroen van der Linden, ook wel bekend natuurlijk bij de kijkers van de Nieuwe Wereld, hebben wij het kunstwerk wat hierachter staat, vormgegeven. Carlijn heeft het getekend, dus architect. En ongeveer 2 jaar geleden benaderde zij Martijn en mij van ik maak tekeningen van complexe maatschappelijke systemen, sociale systemen, eigenlijk ja, kaarten van dingen die minder tastbaar zijn dan gewoon een aardrijkskundekaart van de wereld. En wij zijn al jaren bezig eigenlijk met dat geldstelsel ontleden. En dat is natuurlijk een echt super complex systeem binnen onze maatschappij. Wat jij en Martijn doen, dan jullie schrijven ook een boek over het geldstelsel. Ja, we zijn bezig met een boek daarover te schrijven. Maar eigenlijk gewoon van geld speelt zo'n belangrijke rol in het dagelijks leven van ons allemaal. Hoe kunnen we dat duidelijker maken? En hoe kunnen we ook die verbanden tussen al die verschillende instituten, tussen pensioenfondsen, banken, de centrale banken en zo. Hoe kunnen we dat nou duidelijk maken? En met woorden loop je er altijd tegenaan dat je het moet gaan omschrijven. En dat al die verbanden dan door elkaar gaan lopen. Zeker omdat het bijna een netwerk is. Nou, en toen kwam Carlijn, die zei, ja, ik maak kaarten van complexe systemen. Jij bent cartograaf. Ja, klopt. Maar kunstenares, toch? Of eigenlijk toch meer cartograaf? Nou ja, je werkt uiteindelijk onder de vlag van de kunst, maar mijn praktijk is gewoon karteren, cartografieën maken van, wat Thomas al zei, complexe, vaak onzichtbare, maar super invloedrijke systemen, architecturen van onze maatschappij. En het geldstelsel is dat natuurlijk bij uitstek, dus het is slecht zichtbaar, het is enorm ingewikkeld. We hebben wel een hele duidelijke metaforische taal waarin we er vaak over praten. Hè? Geld als water, dus dat hebben we ook meteen aangegrepen. En dat was dus het idee. Al die geldstromen in kaart brengen en laten zien hoe het wordt rondgepompt. Waar het vandaan komt en hoe het bepaalde regio's niet bereikt en waarom. En
Ja. Waterwerk van het geld heet het zo? Het waterwerk van ons geld, ja. Ja. Kun je de hoofdstructuur alvast even aanduiden? Ja, dat kan. In het midden van de kaart, daar zijn wij. Dus wij staan hier ook zelf, in het klein staan we erop, waar we ook weer aan de tekening aan het werken zijn. Dus ik zie Thomas daar achter zijn computer zitten, Martijn met zijn kijkertje en ikzelf zit daar weer in het Drosten-effect het werk zelf te tekenen. En dit is in het midden de samenleving, de reële economie, waar je dus waar je ziet dat we werken. Bovenin zie je grote corporates, via salarissen stroomt dat geld in de spaarpotten van allerlei mensen in die toren. Die gaan in ruil daarvoor aan het werk. Dus je ziet managers, je ziet mensen in aan de voorkant zie je alle woningen. Je ziet ook hoe iedereen woont. Daar stroomt natuurlijk ook het geld binnen. Daarin zie je ook die ongelijkheid. Dus bovenin zie je grote, ruime woningen. Onderin zie je echt kleine woningen met kleine spaarpotjes. En dus in die reële economie, waar dat geld doorheen sijpelt en waar het geld dus ook niet zo goed naar beneden sijpelt. Dus daar. Die trickle-down economie die je niet zo lekker doortrickelt. Maar laten we dat heel even concreet bekijken, want ik vind het echt waanzinnig mooi gedetailleerd. Bijvoorbeeld, ik zie hier plassende filantropen. Ja. Dus de tekening zit vol ratjes, waarom ik het zelf ook. Dus eigenlijk overal zitten ook kleine verwijzingen in naar de tekening als geheel. Wat ik net al zei, zie je onszelf natuurlijk zitten. Maar hier in het midden zie je bijvoorbeeld ook de champagnetoren staan. Natuurlijk de metafoor voor die doorcijpel-economie. Het idee is, je schenkt de bovenste glazen vol en het bereikt de onderste regionen. Dus hierbovenin zie je eigenlijk de elite proosten op het succes van die doorcijpel-economie. Je ziet de filantropen inderdaad in een urinoir naar beneden plassen. Maar de realiteit van die toren is natuurlijk dat het niet goed doorcijpelt, dat ongelijkheid steeds groter wordt en dat de onderste regionen leeg staan. Dus de onderste 20%, die onderste laag van de hele wereldbevolking leeft onder de armoedegrens en daarboven is het ook niet echt feest. Terwijl helemaal bovenin die toren natuurlijk zie je dat die champagneglazen alsmaar groter en voller raken. En dan om die samenleving heen, en daar gaat het natuurlijk om, zie je het waterwerk of het irrigatiesysteem van dat geld. Dus je ziet alle belangrijke instituten die daar een rol in spelen. De pensioenfondsen inderdaad. Even een losse inzet van het economisch onderwijs, wel belangrijk. Het economisch denken natuurlijk, waar het ontwerp op is gestoeld. De commerciële banken, de financiële markten, dus je ziet hedge funds, private equity bedrijven, derivatenmarkten, de beurs, mutual funds. En dan rechts in de bovenhoek groot, de watertoren, de initiële bron, de centrale bank met de toezichthouders, de regels. Aan de rechterkant zien we de overheid, de ontwerpers van het waterwerk. Nog heel even daar, hè? Ja. Dit is de het Bijbelboek Babel. De Babeltoren. Hier zie je het, het grote boek vol regels voor die bank. En dus je ziet, het is een gigantisch boek. Dat is ook zo. Het is twee keer zo dik als de Bijbel. En er komen ontzettend veel teksten bij iedere week. En dat heet natuurlijk het Basel 3, dat boek. En dat, oh, Basel 3. Basel 3. En dat noemen wij dan het Babel. Die metafoor is natuurlijk altijd sterk. Ja. Oké, die Babeltoren zit hier natuurlijk ook een beetje in. Babel, babbel, we kunnen elkaar niet meer verstaan. En dat boek, dus dat ligt daar dan centraal. En dan zie je hier al die zoeklichten. Dus bijvoorbeeld dit zoeklicht hierboven met de checklist voor de banken. Op de kasboeken van die commerciële bank. Die hierachter natuurlijk ook een hele machine moeten oprichten om te kunnen voldoen aan al die regels van die, of eigenlijk om aan al die checks van die centrale bank te kunnen voldoen. Dan even door, nog hier rechts, de overheid, de ontwerpers van het waterwerk, waar natuurlijk niet al te veel, waar natuurlijk veel aandacht naar actualiteiten gaat, naar controleren van budgetten. Ja. De schijn van beslissingen worden daar dus misschien, dat is natuurlijk ook het verhaal, die financiële wereld dijt alsmaar verder uit, wordt steeds complexer. En misschien zijn we dus ook wel de grip een beetje kwijt op wat die financiële sector voor ons moet doen. En hoe we het nog enigszins zouden kunnen sturen met het ontwerp. En dan tot slot rechts onderin
het herverdelen van de excessen, dus de Belastingdienst. Die zit er onderin. Ja, die zit er onderin. Dus je ziet hier ook weer. Die heeft een bescheiden rol in het verhaal. Natuurlijk kan je daar wel. Daarboven hangt de helikopter, de helicopter money. Helicopter money, ja. Je duikt elke keer al in details. Maar misschien is het nog goed om over het geheel te zeggen dat die wereld dus op alle. Ja, die organiseert dus de toevoer, de druk, het herverdelen, het sparen voor later. Eigenlijk alle functies van dat waterwerk, van dat geld. En die hebben dus enorm veel invloed ook op die verdeling binnen die toren, waarvan we op zich wel kunnen stellen dat het, die ongelijkheid neemt alsmaar verder toe. Dus dat is over het algemeen, ik denk dat weinig mensen dat wenselijk vinden. En er is een profiterende klasse van. En er is een profiterende klasse. Van fiscalisten. Ja, precies. En die wereld bevindt zich dus achter die gevels, een soort ja, beetje Potemkinstad referentie is dat. Dat zijn die oude Russische steden die achter het soort decor staan. Zodat de bezoekers van dat land in een bootje langsvaren en denken dat het erg welvarend is. Maar daarachter bevindt zich dat daadwerkelijke systeem wat niet echt lijkt op wat er op die gevel staat. Zit nou ook de wereld van van die complexe financiële producten hierin? Bijvoorbeeld derivaten, producten, de opties, de afgeleide financiële producten, hypotheekpakketjes en zo? Op verschillende plekken. Dus je ziet, dat is ook denk ik een belangrijk onderdeel waarom we het op deze manier in kaart hebben gebracht. Al die instituten, die zijn verbonden aan elkaar. Dus die financiële producten bijvoorbeeld, die zie je op allerlei plekken terug. Die zie je terug in bij de pensioenfondsen. Die zie je hier worden ingepakt bij de banken. Dus hier heb je echt een soort verpakservice. Dus leningen worden van de balans gehaald. Die worden gepoeld, hier letterlijk in een zwembadje. En die worden samen in een doos gestopt. Daar wordt een sticker op gezet, ABS, Asset-Backed Security. Daar worden certificaten op uitgegeven, die verdwijnt in een kast. Je ziet hoe dieper, hoe meer afgeleide. Dat is natuurlijk derivaten. En vervolgens worden ze verkocht. Dus bijvoorbeeld aan een pensioenfonds. En dan belanden ze hier in een. Maar dat zijn dus soms, ja, dus dat zag je natuurlijk in 2008. Certificaten op dozen. En dan die doos weer verpakt in een andere doos. En dan daar weer een certificaat. Dus zeg maar, je ziet dat soort. Eigenlijk, zwarte gat waar het in verdwijnt. Waar zitten nou de echte miljardairs? Zitten die erin? Of hebben jullie die die zitten zeker erin. Hier zwemmen in het geld. Met een, dat is Elon Musk. Hier Elon Musk, inderdaad. We hebben hier plezierjachtjes met de yachtback loans op de balans. Het is wel mooi dus dat er niet één iemand aan de knoppen zit in dit schilderij. Het is een. Ja, dat is het denk ik ook. Dus er zitten overal mechanismes eigenlijk. Er zitten overal sluizen en kanalen. En alles bij elkaar draagt bij aan de situatie zoals het nu is. Dus het is ook niet ontzettend makkelijk om te zeggen, nou, we moeten het gewoon, het hele systeem moet er zo uitzien of zo. Het zit gewoon. En de politiek zit er ook in, hè, op de overheid. Het is niet alleen maar kritisch op de kapitalisten. Dit hele gedeelte is eigenlijk. Het systeem van de centrale bank, de overheid, dat is onderdeel van het financiële systeem. Je kunt het financiële systeem ook niet loszien van de overheid. De overheid is de basis, vormt de basis van ons huidige systeem. We gebruiken euro's en de euro is nu een munt die in Europa door de Europese Centrale Bank, een overheidsgecontroleerd instituut, en daar wordt die uitgegeven. Nou, maar daar bovenop, hè, want dat is het contante geld wat we gebruiken, dat is de basis van ons geldsysteem. Maar we denken dus allemaal in euro's. Alleen we realiseren ons niet dat daar bovenop dat publieke geld is een heel privaat geldsysteem gegroeid van banktegoeden. En daar bovenop zit de volgende laag met schaduwbankaire instituten en die derivaten. Dus we hebben een gelaagd geldsysteem, maar de basis is publiek, is een overheidsmunt. En dat is eigenlijk, als je de hele geschiedenis teruggaat, is dat altijd zo geweest dat die overheid een belangrijke rol speelt in het maken en verdelen van dat geld. We staan hier voor een kaart en dat is de oudste kaart die hier op de tentoonstelling hangt. Hij komt uit 1585 en hij is gemaakt door Jost Amann, woonachtig in Nuremberg, van oorsprong geloof ik een Zwitser. En die brengt hier eigenlijk al in beeld hoe in die tijd dat bankieren invloedrijk is op de handel. En je ziet in het midden van die kaart, zie je hier een groot
bassin. En dat is, daar staat op het kapitaal. En dat kapitaal, dat is niet alleen de resultante van de handel, maar het is ook het goed dat die handel een zetje geeft. Die bepaalt, als er kapitaal is, dan gaan we aan het werk daar. En dan gaan we deze handelsmissie doen. En dan zie je, daar op de achtergrond zie je de haven van Antwerpen. En dan zie je ook een balans van de bank daar al boven staan. En dan zie je bij de ene kant, er staat debitor, creditor op die kaart. En dan zie je ook onder debitor zie je ook alle ellende. Dan zie je zinkende schepen. En dan zie je wat er gebeurt als het verkeerd afloopt met de handel. En dan komt het geld ook niet meer terugstromen. En dit is eigenlijk het oude idee bij hoe het zou moeten werken. Dat die financiële wereld, die zegt wij gaan investeren, we gaan op handelsmissie. En we lopen ook het risico. Kijk, als het misgaat, zijn we ons geld kwijt. En daarvoor zitten ook op deze kaart hier onderin zitten de bankiers. En daar staat ook mooi bijgeschreven in het Latijn wat dan de eigenschappen van zo'n bankier moeten zijn. Hij moet integer zijn. Hij moet talenkennis hebben. Dat staat erbij. En discreet. Nou, we kunnen over oordelen of dat nu nog allemaal het gaat weer altijd goed gaat. Ze wisselen integriteit en corruptie af door de tijd heen. Ja. Je ziet dus ook de markt en de geldmarkt. En die is nog heel ouderwets. Je hebt hier bankjes. En daarop wordt het geld geteld. En, oh, kijk, hier is die allegorische afbeelding van Integritas. Zie je dat? Ja. Je ziet het ook heel letterlijk, hè? Banca, het woord bankje. En daar komt het bankieren vandaan. Dat is de etymologische wortel. Mooi. Ja, altijd opmerkelijk. De dubbele betekenis van op de bank hangen en de schatkist van het geld, hè? Bij bank. Ja, dit boek, dat kreeg ik een aantal maanden geleden voor het eerst in mijn handen. Nu ligt het achter glas, maar wij mochten er nog met van die witte handschoentjes doorheen bladeren. Dat ligt dus hier in de kelder, normaal gesproken, van het Rijksmuseum. En die hebben ze voor de tentoonstelling naar boven gehaald. En het leuke is, wij hadden 2 jaar geleden, toen we met dit project begonnen, toen was ik aan het lezen over spotprenten, over de windhandel en speculatie. Nou, toen kwamen we dus achter dat in Nederland in 1720 heel veel spotprenttekenaars die windhandel op de hak hebben genomen. Dus de speculatieve bubbels die in die tijd werden opgebouwd. En daar is een heel boekwerk van verschenen, vol van prachtige prenten. En die hebben wij hier opgehangen in de tentoonstelling. Dit is vrouw Fortuna. Ja. En die strooit zo haar geld rond. Ja. Al deze prenten die hier om ons heen hangen, die gaan over die periode voor 1720. Want in 1720 gebeurde dus iets wat men toen niet zo goed kende. 80 jaar daarvoor was het wel ook gebeurd met wat jij net al, waar we het al over hadden. De tulpencrisis. Over de tulpencrisis. Hè. In Nederland hadden we in de 17e eeuw al een keer de tulpenmanie. Dat die prijs van tulpen die werd steeds hoger en op een gegeven moment klapte de bubbel. Op een gegeven moment net zo hoog als een pand aan de grachten van Amsterdam. Ja, ja, bijzonder wat het kan doen. Nou, in 1720 gebeurde dat eigenlijk opnieuw. En dit boek is naar aanleiding van die bubbel toen geschreven. En er staat ook in, en daarom is het ook zo mooi, er staat in, het is een waarschuwing voor de nakomelingen. Van trap niet in dezelfde val als wij toen hebben gedaan. Natuurlijk weten we inmiddels dat we dat elke keer weer doen. En we zitten op dit moment in een bijzondere tijd. Hè. De afgelopen 15 jaar, sinds de crisis van 2008, hebben centrale banken geprobeerd om die hoeveelheid geld in de economie, om die op peil te houden, banken aan te moedigen om meer geld te creëren. En er is dus kwantitatieve verruiming toegepast. Hoe doen ze dat eigenlijk? Dat doen ze heel indirect door de rente, de prijs van het geld, omlaag te brengen. En dan hopen ze dat banken dan ook meer leningen gaan verstrekken.
Nou, je ziet dat het deels werkt, maar deels ook niet. Want bepaalde leningen die worden volop verstrekt. Maar als jij als MKB'er de afgelopen jaren een lening wilde krijgen, dan moest je ook nog steeds gewoon flinke rentes voor betalen. Terwijl als je groot bedrijf bent geweest, als jij Shell was, dan kon je voor minder dan 2% geld lenen. Soms zelfs minder dan 1%. Dus daar zie je al dat het... Het kapitalisme is er vooral voor de grote jongens. Dat de grote jongens hebben daar voordeel aan. Maar deze situatie in 1720, die is eigenlijk best wel... daar zie je ook de wisselwerking tussen staat en grote bedrijven. Want er zijn in die jaren eigenlijk twee grote bubbels geweest. Eentje in Frankrijk en eentje in Engeland. En die hebben nagenoeg hetzelfde soort oorzaak. Wat was die oorzaak? Er was een financieel pionier. En in Frankrijk was dat de bekende John Law. Daar vertellen we in die tentoonstelling hier ook een boel over. Hij was veroordeeld moordenaar. Hij was een vervent gokker. Maar hij was ook gewoon echt een creatieveling. En ik heb veel gelezen over hem. En ik ben ook wel behoorlijk onder de indruk geraakt van die mensen. Ja, want hij had wel echt goede... Hij had gewoon allemaal nieuwe ideeën. En hij kwam naar Amsterdam. Hij kwam naar Den Haag. En hij zag hoe in Nederland aandelen werden uitgegeven, dat je die kon kopen, dat die prijs omhoog kon. Dat je dus eigenlijk ook je kapitaal kon aanhouden in allerlei waardepapieren. En dan kon je dat ook weer gebruiken als onderpand, kon je weer gaan lenen, kon je met dat geld weer nieuwe investeringen doen. En hij merkte dus eigenlijk, als we meer geld creëren, dus ons niet alleen maar laten beperken door de strikte hoeveelheid goud en zilveren munten die er is, dan kunnen we nieuwe dingen gaan doen. Dan kunnen we de wereld gaan verkennen. Dan kunnen we nieuwe handelsverenigingen starten. Supergoed idee. Nou, koningen, de heersers van dat moment, die zagen daar ook wel wat in. Dus die John Law, die kwam in Frankrijk, klopte die aan. Hij was verdreven uit Engeland, veroordeeld moordenaar. En hij zei, zonder koning, je hebt echt superveel schulden gemaakt. Je kan nergens meer geld lenen. Ik ga jouw problemen oplossen. Zonder koning ging dood. De regent die naam kwam, die dacht, ik ga deze man gewoon een kans geven. En wat deed die John Law? Die richtte zijn eigen bank op en die begon papieren geld uit te geven. En dat was aanvankelijk heel succesvol. Er kwam meer geld, er kwam ook meer bedrijvigheid. Maar ja, je kan niet oneindig veel gaan uitgeven. Dat is wel belangrijk wat je zegt, hè? Als ik even in de reden mag vallen. Want volgens mij is dus een van de redenen om te inflateren, om meer geld de economie in te sturen, dat er dan verborgen economische kracht geactiveerd kan worden. Ja. Dus als je weinig geld hebt, dan denkt de buurvrouw om de hoek die iets kan doen met bijvoorbeeld het designen van websites niet, dat ga ik maar eens doen op de markt zetten. Maar als er meer geld is, dan denken die andere buren, ik moet een website hebben. Hè? En dan gaan ze die buurvrouw aan het werk zetten. Dus meer geld betekent het activeren van veel latente productiekracht. Ja. Er zit een omslagpunt in het activeren van latente productiekracht naar inflatie in de zin van dat de dingen die je hebt meer waard worden en de economische realiteit verder niet meegroeit. En dan krijg je dus bubbels. Je krijgt, als je de geldhoeveelheid en de economie, die zijn met elkaar verbonden. Want het zijn eigenlijk claims, dat geld, op productie die wij met z'n allen kunnen leveren. En als dat uit balans is, dan gaat het fout. Dus als er heel veel werkloosheid is en er zitten allemaal mensen thuis, en dat komt omdat er eigenlijk geen geld is om die economische bedrijvigheid te ontketenen, dan is het dus nuttig om meer geld te maken, te zorgen dat bij die mensen terechtkomt, zodat ze met elkaar gaan handelen, dan gaan ze aan het werk. En dan krijg je dus ook geen inflatie, maar dan krijg je economische productie, krijg je bedrijvigheid. Dan gaat de economie groeien, daar hebben we met z'n allen wat aan. Maar die balans die is dus heel precair, want als je meer geld gaat maken, terwijl er eigenlijk niemand meer thuis zit, er is geen productiecapaciteit die kan worden ontketend, dan ga je geld maken en dan zorg je voor inflatie. Dan wordt het geld wat er is, wordt minder waard. Er komt meer bij, terwijl er geen productie tegenover staat. Dus dan kan je er minder verkopen. Ja. En dat is het mechanisme. Ja. Nou, dat zien we op dit moment dus ook in onze economie. Hè? Door die lockdowns met corona is de economie stilgelegd. Wel meer geld erbij gemaakt. Nu zien we dat er aan de productiekant, er zijn tekorten van graan, van gas, van energie. Dus terwijl die geldhoeveelheid er wel nog steeds hetzelfde is, dus er gaan die prijzen van die goederen omhoog. En zie je dat er dus inflatie ontstaat. Ja, dan moet je dus
daar moet je dus voor waken. Daar zijn ook die instituten, hebben daar een taak in. Nou ja, een beetje inflatie is goed, maar te veel niet. In ieder geval voor Nederland niet. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die profiteren, hè, van die inflatie. Wie? Als je heel hoge schulden hebt, ja, dan is inflatie goed. Want dan wordt je schuld relatief minder waard. Dus ik denk ook wel eens, achter die inflatieagenda, er zit ook wel een lobby. Het is niet neutraal, hoge inflatie. Nee, maar... Ja. Had je er niet over nagedacht, kennelijk? Had je er niet over nagedacht? Nee, maar wie profiteert er van jou, volgens jou nu van deze inflatie? Nou, landen met heel hoge staatsschuld. Ja. Die moeten nu meer gaan betalen voor hun leningen. Dus... Meer? Ja, de rente gaat omhoog. Dus ik ben... Maar de schuld wordt relatief minder zwaar, toch? Ja, ja, maar goed, ik denk toch dat die landen ook veel zorgen hebben. Ja, dus jij denkt eigenlijk als je 10% inflatie hebt, is dat voor niemand goed? Nee, dat is het, als het zo uit de hand loopt, hè, dan ontstaat er, heb je ook gewoon echt het risico dat het vertrouwen in het hele geldstelsel wegvalt. Dat is voor niemand goed. Ja, ja. Dus kijk, als je die inflatie op een bepaald peil houdt om dan dat systeem door te kunnen laten gaan. Hè. Kijk, er is een verhouding tussen de hoeveelheid schuld... en de hoeveelheid economische productiviteit. BNP. Ja. Die John Law is, dat was dus geen cryptohandelaar. Dat is juist iemand die dus het fiat geld introduceert. Ja, ja, maar hij deed eigenlijk wel. Hij was net zo innovatief als de crypto jongens nu. Hij zei eigenlijk gewoon, ik heb een nieuw soort geld. En als jullie met mij in zee gaan, dan maken jullie schat hemeltje rijk. En hij ging dus ook naar de staat toe. Dus die relatie tussen staten en bedrijven, die zie je heel goed. Want wat had de constructie bedacht? En in Engeland werd die ook toegepast. Je had namelijk, de overheid moest lenen. En dat was toen nog allemaal heel moeilijk, moest je overal geld gaan ophalen. En toen dachten ze, weet je wat we doen? We zetten een bedrijf op, de Compagnie de Mississippi. Die koopt de staatsschuld op. En dan kunnen private investeerders weer de aandelen... van de compagnie kopen. Ja. En je kreeg korting als je hem kocht met staatsobligaties. Dan was de prijs laag. Dus dan leverde je staatsobligaties in. Die kwamen op de balans van het bedrijf te staan. En jij kreeg een aandeel in dat bedrijf. Nou, en toen ging die koers van het bedrijf, die steeg. Dus iedereen wilde instappen. En dan kregen we dus een enorme bubbel. En mensen kochten dus de staatsschuld. Konden dan met die staatspapieren, konden ze met korting aandelen kopen. En zo werd die bubbel steeds hoger geblazen. De koers ging 1900% omhoog in een jaar. En toen op een gegeven moment, toen barstte de bubbel. En toen stortte die koers in van de compagnie, van de staatsobligaties en van het papieren geld. En toen was... John Law in één keer een gehaat man. En verscheen hij dus in al die prenten die hier hangen. Hoe oud was John eigenlijk toen hij dat bedacht? Je hebt je een beetje verdiept in deze show. Ja, ik weet niet precies de leeftijd, maar ik geloof 30, 40. Die koers een beetje. We gaan er maar eens even wat biografische dingen over hem opzoeken, denk ik. Kijk, je ziet hier, die zijn allemaal achteraf gemaakt, hè, die prenten. Maar je ziet hier John Law die de bubbels omhoog houdt. En dan zie je de tijd. Oh, wauw. Die komt hier met een bowlingbal, komt hij de kegels omkegelen. Dat is mooi, want de tijd is hier niet afgebeeld als een oude man. Dat heb je vaak, hè? Saturnus, oude figuur met een bokkenpoot. En dit is een jong iemand. Dus dit is misschien de jonge generatie die de boomers omverkegelt. Die ballonnen zijn heel mooi afgebeeld. Hey, en dit is Thomas op zijn telefoon? Dat is Thomas Bolle. In de Fantastical Storehouse of Financial Folly, zo heet het werk. En Thomas die zit ondertussen nog een klein beetje... Die is aan het werk. In het Twitter-riool zit hij. En in zijn badjas. Hier onder Martijn. Ons derde projectgenoot. Ook van de Nieuwe Wereld. Ook van de Nieuwe Wereld. Die zit lekker met zichzelf te praten. Met in de ene hand een pop van Stephanie Kelton en in de andere hand van Varoufakis. Klein champagne torentje erbij. Lekker economische scenario's aan het verkennen met zichzelf. Ja, mooi. Ja.
En alle werken die dus in de tentoonstelling hier hangen, die staan ook in de plaat. Dus Midas Transmuting All into Paper, Jost Amman, The Bank of England, Tafereel der Dwaasheid. Dus eigenlijk alle werken, alle schetsen, wow, alle boeken, alle rapporten. Ja, nog even over de boeken. Ja, dus alle boeken die we hiervoor hebben gelezen. Ja, Debt, David Graeber zie ik liggen. Ja, ja. Zijn het jouw boeken, Thomas? Ik weet niet of dat nou... Ook, zijn ook mijn boeken. Ja. Oh, Thomas Piketty. Ja. En daarboven Karl Marx. Ja, dus een paar... ik zat een beetje te twijfelen hoe ik nou onderscheid moest maken tussen de mensen waarmee we hebben gepraat. Dus die gewoon nu nog leven. Die zitten er uiteindelijk in als soort... Maar in welk verband mee gepraat? Dus toch eigenlijk de adviseurs van het project. Dus, of de onderzoekers, de bankiers, de economen waarmee we hebben gepraat om dus die opzet van die kaart te toetsen, de belangrijke verhaallijnen naar voren te halen. Ja, dus dat was nogal een... Dit zijn eigenlijk citaten dus? Het is een soort verwijzingen. Bibliografie van het project. Nou ja, ja. En tegelijkertijd is ook een klein beetje een... hoe ik die wereld van dat geld een klein beetje heb ervaren, is toch wel echt als een soort fantastical storehouse. Dus als een rariteitenkabinet of als een soort oneindige wonderkamer vol met allemaal... Economische theorie. Theorieën, fantastische historische gebeurtenissen, boeken, heel veel kunstwerken dus ook. Dat is natuurlijk ook de historische traditie waar wij in zijn gestapt. Kunstenaars die... dat geldstelsel aankaarten. En dat gevoel, dus die wonderenwereld van dat geld, dat is een beetje... Jij bent er naakt naar binnen gegaan, hè? Of naakt uitgegooid? Ja, klopt, ja. Wat is het idee daarachter? Dat je dacht van... Je kan niet alles van je kunstwerk uitleggen, hè? Dus... Oh ja, maar misschien zoiets van... ik ben zelf geen econoom en ik ga naar binnen. Ja, en ik, dat ik, is ik, dan. Ik, en ik laat alles over me heen. Ja. Dus dat is het natuurlijk ook. Kijk, ik ging beginnen aan dit onderwerp. Dat onderwerp van geld is natuurlijk gigantisch. Ik had geen voorkennis, ik ben geen econoom. Dus ik ben ik ben ook gewoon enorm verdwaald in eerste instantie in dat onderwerp. En ja, dat is misschien een beetje wat daarachter zit. Dus ik ben er, maakte zijn baby ingegaan en me laten rondleiden door Thomas' badjas en Martijn. Een strakke overhemdje met zijn champagneglazen. Met champagneglazen. Ja, fantastisch. Dit is ook een mooie print, vind ik zelf. Dit gaat over datzelfde jaar, 1720. En toen klapte er ook een bubbel in Engeland. Die hadden dezelfde soort constructie. Dus wederom een grote compagnie met een monopolie. De staat en de financiers die met elkaar een verbondje sloten. En je ziet ook... dat die compagnies, dat waren monopolies en die hadden allemaal handelsconnecties naar Amerika. En die hadden daar de slavenhandel, hadden ze bijvoorbeeld dan het monopolie op. En in al deze prenten is geen enkel, er is dus allemaal een aanklacht tegen de speculatie, maar er is niemand die een aanklacht maakt tegen die slavenhandel op dat moment. Dat was gewoon volledig geaccepteerd in die maatschappij. Dus je ziet ook heel erg de tijdsgeest waar die mensen mee bezig waren. Nou, de slavenhandel was nog helemaal niet iets waar over maatschappelijk ophef ontstond. Ja, bijzonder pijnlijk. Een van die dingen trouwens waar ik nu toch aan moet denken is dus dat ook in relatie tot die slavenhandel, dat was dus niet per se de Nederlandse overheid die dat deed, maar er waren ook weer constructies tussen investeerders, bedrijfjes. Ja. Dus zelfs de VOC is ook een soort... Ja, is dat nou een bedrijf geweest of een land? Ze hadden bijvoorbeeld wel eigen leger, politie. Ja. Hè? Dus daarmee, dat zijn eigenlijk eigenschappen die ons doen denken aan een land, aan een kolonie. Maar het is tegelijkertijd nooit iets geweest waar de Nederlandse regering tot en met de 19e eeuw over besliste. Later pas, hè? Thorbecke heeft het geprobeerd op de politieke agenda te krijgen. Het deprivatiseren. Ja, je kunt... Als je die tijd gaat vergelijken, wat er met die geldhandel en die speculatie gebeurde, dat was altijd de samenwerking tussen de staat en een aantal hele grote bedrijven die een monopoliepositie kregen. Dus dat waren private aandeelhouders die met de staat een verbondje sloten. En dat is eigenlijk nu nog steeds zo. Ja. Wat we net vertelden over dat grote bedrijven goedkoop kunnen lenen en een kleine
ondernemers veel meer rente betalen. Ja, dat was toen dus ook... Maar is het niet nog veel letterlijker, Thomas, dat dus grote bedrijven obligaties bezitten van Nederland? Dus ja, ook. Daarmee hele grote beleggers eigenlijk ook wat te zeggen krijgen over de... Ja. Over de toekomst van de munt in ieder geval. Ja, daar is ook... Het is een stuk wat George Soros met Engeland heeft gedaan. Hè? Dus een miljardair die eigenlijk het gokspel aangaat met een land. Ja. Een land op de knieën dwingt. En vervolgens een hele filantropische agenda uitrolt. Dat is een hele paradoxale vent. Ja, ja, de filantropie om het afkopen, hè? En mensen toch een beetje tevreden houden. Maar die constructies en wie de staatsschuld bezit, heeft invloed op het land. Daar is ook veel wetenschappelijk over geschreven. En op dit moment is ook die staatsschuld is in handen van private partijen. Het zijn grote corporates die veel geld over hebben, dat investeren in de staatsschuld en daarmee ook zeggenschap hebben. En je ziet ook in die tax rulings van afgelopen week, dus de Europese Commissie wil iets doen aan het ontwijken van belastingen door grote corporates. En ze verliezen gewoon. De corporates zijn slimmer. Die weten de maas in de wet te vinden. Die spelen landen tegen elkaar uit. En... Ja. De staat is wat dat betreft een speelbal van die grote bedrijven. Ja. Ik zou hem wel iets willen nuanceren, de gedachtegang. Kijk, het is natuurlijk ook zo dat die mensen bij... Dat zag je bijvoorbeeld bij de LuxLeaks, dus de Luxemburg Papers. Dan zag je ook wel dat kleine landen zoals Nederland en Luxemburg... die profiteren zelf van het laag houden van die belasting. Bijvoorbeeld vennootschapsbelasting. Om zoveel mogelijk bedrijven aan te trekken die dan belasting betalen in Nederland. Bijvoorbeeld Uber is zo'n bedrijf dat in Nederland gevestigd is. Vanwege het belastingklimaat. Dus die overheidskant die is een onderdeel van het spel. Die zijn zelf namelijk blij met veel bedrijven die weinig betalen. En zo is er dus een soort van concurrentie ook. Race to the bottom. Niet alleen tussen bedrijven rondom landen, maar die landen doen er zelf aan mee. Ja. Je zou dus eigenlijk staatsmensen willen hebben die zeggen van, dat doen we niet. Wij gaan niet mee in die race to the bottom. Wij willen namelijk niet dat bedrijven elders geen belasting betalen om bij ons dan nog een beetje op te strijken. Ja. Maar dat soort staatsmannen hebben we niet meer. Ja, het lukt. Dat is echt blijkbaar een schande, hoor. Er zijn er dus niet toe in staat. Zelfs in de, als je dan zegt, die Europese Unie, wat die in ieder geval zou kunnen doen, is dat afstemmen tussen die landen. Maar blijkbaar lukt dat nog steeds niet. En gaan individuele landen als Ierland en Nederland nog steeds ook dwars liggen. Ja, en dat komt dan weer doordat er een hele industrie... de wealth defense industry, die is opgeleid aan onze universiteiten. De meeste mensen in Nederland studeren nog steeds bedrijfskunde of een variant van bedrijfskunde. Commerciële economie of gewone economie of bedrijfseconomie of fiscalisme, dat soort hoeken. En je ziet dus die mindset van de financiële elite, zowel aan de kant van de overheid als van de banken, die is eigenlijk hetzelfde. Dus daar is weinig besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ja, dat even als kanttekening, omdat je anders toch het idee krijgt dat die bankiers dat allemaal doen met landen. Maar zo simpel is het niet. Die landen doen er aan mee. Ja, het is altijd een wisselwerking. En daarom is het denk ik ook... Nederland voorop. Nederland, wij zijn een tax-heaven, hè? Ja, zeker. Nederland is een belangrijke speel in dat geheel. En zo nog één detail op deze kaart, wat ik ook erg grappig vind... Dat hele financiële speculeren werd nog niet zo goed begrepen. Het was ook allemaal nieuw. Je had niet allemaal een rekening bij de Binkbank en zelf lekker handelen. Dit was allemaal een nieuw iets. En er waren dus ook mensen die in één keer dachten, ik ga hier schat hemeltje rijk worden. En gingen die markt binnen. Achteraf moest er natuurlijk ook een zondebok gevonden worden. En je ziet dat Hogarth, die deze tekening heeft gemaakt, die heeft... Geeft hier ook een inkijkje hoe er naar vrouwen werd gekeken. Dat zie je hier in deze hoek. De vrouw, die had in die tijd een positie afhankelijk van de man. En die mannen, die waren eigenlijk als dood dat die vrouwen financieel onafhankelijk zouden worden door zelf te speculeren en geld zouden verdienen. Of dat ze er vandoor zouden gaan met een rijkere man die gewonnen had tijdens die aandelenbubbel. Toen die koersen omhoog gingen. En dat zij zelf dus hun vermogen waren verloren. En dat die vrouw dan vervolgens ook weg zou gaan op zoek naar een rijkere echtgenoot. Ja, terwijl de realiteit waarschijnlijk was dat die vrouwen zeiden, doe het nou niet. Denk aan het huishoudgeld. Ja. En deze prenten zijn van 80 jaar later weer. Dus dit is 1797. Deze twee, die zijn van Gilray. En dit hier is Midas.
de mythologische figuur. Hè, die alles wat die wensen dat hij alles wat hij aanraakte in goud zou veranderen. En toen erachter kwam dat dat praktisch toch niet zo heel handig was als je boterham wilde eten. En hij heeft hier de premier van Engeland zo afgebeeld. En dit was ook een bijzondere tijd. En die is ook relevant voor het nu. Want in die periode werd eigenlijk in Engeland voor het eerst de inwisselbaarheid van papieren geld voor gouden munten, die werd opgeschort. Net als zeg maar toen dus met John Law al? Nee, want hier, wat in deze periode, je kon altijd papieren geld omwisselen voor goud. Hij drukte, John Law drukte alleen maar meer bij. Ja, die drukte meer bij en dan op een gegeven moment ontplofte het en dan gingen die koersen uit elkaar lopen. Maar hij stopt echt met de gouden standaard. Hier werd die goudstandaard, die werd even afgeschaft. En dat moesten ze doen in een tijd die ook vergelijkbaar is met de onze. In die zin dat er was oorlog, Frankrijk van Napoleon tegen de Engelsen. En er was heel veel goud ook naar Frankrijk toegestroomd. Ook omdat daar was geëxperimenteerd met papieren geld. De Fransen hadden daar een hard hoofd in, dus die wilden alleen maar harde munten hebben. En Engeland was oorlog aan het voeren en die zag dat er te weinig geld eigenlijk nog in die lokale economie was. En wat deden ze? Ze zeiden, nou, we stoppen met de inwisselbaarheid. We gaan nu dat papieren geld gebruiken om de handel in Engeland te laten... Wat wij ook sinds 1971 weer hebben. Ja, daar zou je het mee kunnen vergelijken. Ja. En je ziet dat hier... Het is wel heel mooi, hè? Die wind, hij blaast dus, ja. dus die wind... Dus hij blaast het papieren geld over het volk heen. Ja. En je ziet ook hier de hij poept goud uit en dividend voor de aandeelhouders van de Bank of England. Oh, dus je zag grappig. Ook het wantrouwen naar die centrale bank. Gilray zegt eigenlijk, je blaast het geld op, je creëert inflatie en je beloont de aandeelhouders van die centrale bank met dat goud en die dividenden. Ja, dat is interessant, hè, dat de centrale bank dus niet een overheidsfunctie heeft, maar aandeelhouders. Private aandeelhouders, maar was wel ook al een overheidsorgaan. En je ziet hier... Ja, dat maakt het wel ingewikkeld. Ja, dat maakt het ook ingewikkeld. Maar hoe zit dat tegenwoordig? In België is de centrale bank ook voor de helft nog steeds in handen van private aandeelhouders. Oh ja? Ja, in Nederland niet. Dus de staat de enige aandeelhouder. Hm. Op dit moment gaan we... Maar daarmee is de Europese centrale bank dus ook deels van private spelers. Want België de zit er wel. De Belgische wel. En dan heeft de Belgische heeft weer een bestuurszetel in de raad van bestuur van de ECB. Dus die ECB... En in de FED, hoe zit het in de FED? Die heeft private aandeelhouders, de banken. Maar daar zit een hele belangrijke bestuurlijke component die weer bij de overheid ligt. Dus uiteindelijk gaat het ook over wie heeft de zeggenschap. Zeer bedenkelijk allemaal gewoon. Dat is duidelijk. Zeer bedenkelijk. je ziet hier die aanklacht ook. Maar wat ik interessant vind, want je ziet hier, als je hiernaar kijkt, dan denk je, wat ze daar deden was echt onverantwoord. En het is verrijking van die aandeelhouders. Nou, ik ben wat economische papers ook gaan lezen. Want ik dacht van, ja, hoe zat nou die echte situatie in? Want hij is natuurlijk gewoon een cartoonist. Hij is degene die in de krant een tekeningetje maakt. Hij is degene die op internet, op Twitter en Facebook een meme post van de money printer goes brrr. En zoals we nu hebben. En wat gebeurde er nou echt? Nou, papers gaan lezen. Blijkt dat die inflatie eigenlijk behoorlijk... Die was er wel, maar die bleef binnen de perken. We zitten nu, en als we nu kijken wat er in Nederland nu gebeurt, zitten we daar al boven. In die jaren wist eigenlijk die Bank of England, die wist met dat papieren geld die lokale economie in stand te houden. Terwijl ze ondertussen die oorlog tegen Frankrijk voerden. Dat konden ze ook financieren. En ze wonnen die oorlog, waardoor Engeland ook gewoon financieel er goed uitkwam. Dus ook na die oorlog bleef eigenlijk dat geld gewoon ze bewaren. En de mensen zeiden eigenlijk, we vinden dat wel handig, die 1 en 2 pond biljetten. We gaan dat geld gewoon blijven gebruiken. Dus je ziet daar ook... Het was een spotprint die wat paniekeriger was dan de realiteit. Ja, de realiteit viel dus eigenlijk mee. Dus je ziet ook hier de nuance. Stel dat ze dit niet hadden gedaan, had het dus kunnen gebeuren dat er te weinig geld was. Dat je een grote depressie had gekregen, zoals we in de jaren 30 van de vorige eeuw hebben gezien. Dus ik vind dat je hier dus ook van moet leren, die nuance van dit vraagstuk van hoe manage je het geld goed,
die ligt heel genuanceerd. Dus die kamp... Is dat het juiste woord? Dat is heel genuanceerd. Op het juiste moment moet je dus de juiste beslissingen nemen. En ik ben heel kritisch op wat er de afgelopen 15 jaar in Europa is gebeurd en in de wereld is gebeurd. Maar Gilray was ook heel kritisch op wat de Bank of England toen deed. En dat bleek achteraf misschien wel de juiste beslissing. Ik ga nu even doorvragen. Ja, wat moet er eigenlijk nu gebeuren, Thomas? Nu? Ja. Nou, dat is nu de genuanceerde optie, denk je. Denk jij nu dat de beleidsmakers genuanceerd reageren? En nee, ik denk dat we nu bijvoorbeeld, wat we nu zien in Europa, dat we de rente omhoog gooien om de inflatie te beteugelen. Maar die inflatie die wordt voor een groot deel nu veroorzaakt, wel door de tekorten, doordat we de economie tijdens COVID hebben stilgezet. En dat we oorlog hebben, waardoor die grondstoffenleveranties en energieprijzen omhoog zijn gegaan. Ja, er zijn dus twee verklaringen eigenlijk. Dus we hebben te veel geld in omloop, vooral door de COVID-jaren. En de grondstoffen zijn duurder, waardoor het duurder is om naar de supermarkt te gaan. Ja, en die ketens, die productieketens zijn ook... In China hebben ze nog steeds allemaal die lockdowns, waardoor er ook die productieketens eigenlijk niet goed zijn hersteld. Dus dat is een aanbodzijde probleem. Aanbodzijde, te weinig goederen, dan gaan ook de prijzen omhoog. En wat we nu doen is proberen die kredietverlening in de samenleving terug te brengen. Door die rentes omhoog te doen. Maar daardoor gaan mensen ook minder uitgeven. Je gaat problemen krijgen met hypotheken straks. De meeste mensen hebben dat vastgezet, maar dat is ook een deel je kunt geen nieuwe hypotheek meer krijgen. Dus je ziet dat het allerlei effecten gaat hebben, waardoor we misschien wel in een hele dikke crisis terecht komen. Maar wat moet je dan doen? Je moet gewoon accepteren dat we een tijd lang minder toevoer hebben. En dat er dus inflatie is. Dat je even die inflatie hebt en dat je dus ook die productieketens juist weer op gang krijgt. Thomas zegt gewoon stop de oorlog in Oekraïne. Dat lijkt me ook verstandig. Lijkt me ook verstandig, ja. Oorlog helpt niet. Hier zag je ook, toen de oorlog over was, toen waren de problemen met het geld ook opgelost. Ja. We redden het wel. Als jij nog wat... Ja. Ik denk mooi iets over dat ontwerpproces. Over het ontwerpproces, ja. Als ik ervoor sta, denk ik ook weer, oh jee. Het waren lange 2 jaren. Ja, goed dat je dit opneemt. Ja. Ja, dan weten mensen ook dat ze er 2 jaar over gedaan hebben. Twee jaar. Als absoluut. Ik het goed begrijp, Tom. Hebben we niet digitaal, dus die moet je ook zelf. Ja. Hey, Thomas en Carlijn, als ik het goed begrijp, hebben jullie dit dus samen gemaakt? Met z'n drieën. Martijn is er ook onderdeel van geweest. En dat betekent onderzoek doen naar het systeem van het kapitalisme, van wat geld eigenlijk is. Ja. En ondertussen heb jij het... Naar het geldstelsel, hè? Ja. Ja, nou ja, misschien is kapitalisme in de kern wel het geldstelsel, toch? Kapitaal, maar... Geldstelsel kan natuurlijk ook door allerlei soorten samenlevingen heen stromen. Het gaat over de inrichting van dat geld en wat voor een wereld dat vervolgens creëert. Wat voor wereld dat creëert. De scheppende kant van het geld. Ja. En dit gaat over de scheppende kant van jullie, hè? Van jou. Dus het voorwerk, de schetsen. Ja. 2 jaar geleden mailde ik dus Thomas en Martijn of ze met mij wouden samenwerken. Ik heb ze er ook een klein beetje ingeluisterd, want ik zei, we moeten een paar keer met elkaar praten. En dan krijg je aan het einde ook een editie van het werk. 2 jaar verder, fulltime. Maar Martijn en Thomas zouden ook een boek gaan schrijven erover. Dus eigenlijk was dat een heel goede tweespan. Dus zo zijn we aan de slag gegaan en dat begon gewoon eerst met heel veel schetsen, heel veel werken. Heel goed nadenken over wat is de belangrijkste verhaallijn om naar voren te brengen. Dus enerzijds wil je een systeemanalyse maken, maar je kan natuurlijk nooit een soort Borgesiaanse 1-op-1 kaart maken van het geldstelsel. Dus je gaat simplificaties doen naar wat je de belangrijkste verhaallijnen vindt. Je gaat de belangrijkste relaties laten zien. Nou, dat is een heel lang redigeerproces geweest. Vervolgens hebben we dus al die stukken van die kaart in het groot in eerste instantie nog onder de arm meegenomen en zijn we dus met pensioenfondsen, bankiers, economen in gesprek gegaan om echt aan alle kanten dat verhaal te toetsen. Klopt het hoe we dit hebben getekend? En na 1,5 jaar ging de eerste... Dan? Wat zijn die dingen? Ja. Dus je bent echt naar pensioenfondsenbestuurders geweest? We zijn... En heb je gewoon die schetsen voorgelegd? Ja, gewoon... We hebben begrepen ze het? Dat werkte eigenlijk heel goed. Het werkte eigenlijk vaak ook juist beter op het moment dat we daadwerkelijk voor de kaart dus zaten met elkaar. Ja. Ze hebben zelf het overzicht ook niet?
Nou, dat zie je dus wel vaak. Iedereen kaart hetzelfde aan. Namelijk, ja, het is zo ontzettend complex. Het heeft allemaal met elkaar te maken. En dat is, ja, dat is ook een grote uitdaging. Maar jullie zijn wel kritisch, hè? Op het cynisch af bijna over de rol van geld. En hoe keek men daar tegenaan? Omdat je toch die piramide met de gewone mensen daarin en die enorme wereld van de financiële industrie. Ja. Ik bedoel, je kunt toch wel zeggen dat een kritische weergave is. Ja, dat is een kritische. Het is een realistische weergave. We hebben hem getekend zoals hij is. Alleen wij hebben er wel. Er zit natuurlijk een twinkslag in van Jezus. Wat hebben we laten ontstaan? Ja. Dit is echt. Als je daarnaar kijkt, wat gewoon is. Dat, als je dat ziet, kan je bijna niet. Ik kan me niet voorstellen dat je kan zeggen. Nou. Lekker bezig geweest. En je kiest natuurlijk altijd een perspectief. Ik bedoel, wij zetten de samenleving centraal, letterlijk, in dat verhaal. Ja, dat doen bankiers niet. We kiezen de lens van ongelijkheid. Dat doen bankiers al helemaal niet. Dus we kiezen een bepaalde lens. Dat is natuurlijk altijd, dat doe je natuurlijk altijd. Het is altijd een soort, er is niet zoiets als een objectieve cartografie. Je kiest altijd een schaal. Met die metafoor van het water, en zelfs het helemaal waterwerk noemen, ga je toch mee in de verhalen die bankiers vertellen, als dat zij zeg maar de economie faciliteren. Ja. Dus ja. Ik vind niet helemaal een kwaad te beschrijven wat jullie gedaan hebben als je zegt ik stel de ongelijkheid centraal. Je stelt ook juist. Ja, maar je laat door middel van dat water. Kijk, dat water heeft natuurlijk wel een bepaalde soort levenskracht. Kijk, als je op het moment dat ergens niet terecht komt, ontstaat er dus financiële droogte. Komen dingen niet tot bloei. En je ziet dat water, die enorme afhankelijkheid daarvan. Hè. Ik denk ik juist dat hij ook heel sterk is om die aanklacht juist wel te maken. En wat denk ik ook een belangrijk onderdeel is van dat verhaal, is dat bijvoorbeeld zo'n commerciële bank eigenlijk ook een hele belangrijke maatschappelijke taak heeft. En dat wordt natuurlijk ook nog eens onderstreept door de vangnetten die we optuigen op het moment dat het misgaat bij zo'n bank. Ja. Ze hebben een enorme verantwoordelijkheid. Dus ze moeten die verantwoordelijkheid ook nemen. En we, ja, dat stellen we natuurlijk. Private winsten, publieke schulden. Ja, precies. Waarvoor wordt de kraan opengezet? Wat is eigenlijk in publiek belang waar we die kraan voor opendraaien? En waar draai je hem vooral ook naar dicht? Ik bedoel, banken praten heel graag over hoe ze allerlei nieuwe financiële of nieuwe duurzame projecten financieren. Ja. Die ze waarschijnlijk toch wel hadden gefinancierd als het financieel rendabel is. Ze zitten in het spiegelpaleis. Waar draai je hem voor dicht? Ja. Ze zitten in het spiegelpaleis en gebruiken duurzaamheid als een verhaal, greenwashing of ethiek. Ja, natuurlijk. Dat zie je ook. Dat is natuurlijk ook. Op de gevels, growing a better world together, banking for better for generations to come. Dat diversiteitsbanking. Wat is nou een plek in het design van het geheel waar je echt goed over moest nadenken om het rond te krijgen? Een knooppunt waarvan je dacht van dat is een doorbraak geweest? Ik vond die pensioenfondsen persoonlijk ontzettend interessant. Omdat ik dacht dat het een heel duidelijke maatschappelijk belangrijke functie staat ten dienste van ons allemaal. Maar ook daar zie je dat je eigenlijk dat pensioenfonds alleen en de impact ervan alleen maar kan begrijpen als je dus het hele systeem probeert te overzien. Dus als je allereerst dus ziet waar komt dat geld binnen, in welke pot, hoe wordt dat vervolgens belegd. Waar komt uiteindelijk dat rendement vandaan? Dus een gigantische pot met geld. Maar misschien eerst nog van, dus werkgevers betalen pensioen. Ja, leggen verplicht premie in. Die hoeven daarover geen belasting te betalen. Ja, dus uitgestelde belasting. Dus ook weer een gedeelte die daar niet. Stimuleert dat enorm. Ja, absoluut. Dus het is niet alleen maar de werkgever daarmee. Ja, precies. Dus als je alleen AOW ontvangt, dan is dat natuurlijk uitgestelde belasting, waarvan je ook kan vragen, is dat gunstig voor iedereen? Dat is natuurlijk zeker. Ja, of is een pensioenfonds dus gewoon een belangenbehartiger van de ouderen? Ja, dus dat, precies. Er zijn heel veel lenzen die je kan aannemen. Nu wordt er natuurlijk enorm ingezoomd op beleggingsportefeuille in termen van moeten we nog in Shell investeren of iets dergelijks. Maar eigenlijk is wat nog veel interessanter is, volgens mij, is, en dat zag je ook in die gesprekken bij, bij PGGM bijvoorbeeld. Die jullie hebben gevoerd? Ja, die we dan gingen voeren. Dat geld, we hebben een gigantische pensioenpot in Nederland. Op dit moment 1500 miljard, dus dat is ongeveer 2 keer de Nederlandse economie. Op die pot moet 7% rendement gehaald worden. Waar komt dat rendement vandaan? Dat is een 7% rendement, 2 keer zo groot als de Nederlandse economie. Economie in Nederland groeit zeker niet met meer dan 2%. Dus waar komt dat rendement vandaan? Moet uiteindelijk, down the line, met al die tussenpartijen van al die vermogens. Van al die partijen, moet dat uit die reële economie ergens komen.
Dus toen wij dat ook zo gingen bespreken met dus bijvoorbeeld die mensen bij PGM, die vertellen een verhaal. Kijk, het geld komt hier binnen en vervolgens wordt het ook nog dubbel rendement, wordt het ook nog ingezet om te bouwen in onze reële economie. En aan het einde van de lijn krijgen natuurlijk de ouderen voor wie we dit doen een pensioen uitgekeerd. Terwijl als je gaat kijken waar dat geld heen gaat, dan is ruim 90% loopt via die financiële wereld, waar het dus, nou ja, bijvoorbeeld, waar komt het dan terecht? Heel veel zaken zijn niet in het breed maatschappelijk belang. Alp Invest bijvoorbeeld, grote speler die via APG gaat veel geld naartoe. Ja. Adviseert bedrijven in belastingontwijking. En zo zie je maar dus dat die pensioenfondsen, dat zijn in die zin ook gewoon beleggers. Ze denken na over de output van het geld, maar hoe het geld in de economie werkt. Dus waar je het in investeert. Als je het zou investeren in MKB'ers bijvoorbeeld, of in schoolpleinen en voetbalvelden, dan heb je dus niet in huizen. Dan heb je niet heel veel winst die je kan uitkeren aan pensionado's. Maar je hebt wel actief geld, hè, waar trouwens precies de kinderen van die pensionado's Dan praat je dus over dat dubbel rendement. Dan heb je dus over brede welvaart. Op dit moment, ze realiseren 7% rendement op die pot. Alleen, wat gebeurt er met die pot? Dat weten we niet. Wat er met die pot gebeurt, dus dat op het moment dat dat natuurlijk geïnvesteerd wordt via, weet ik veel, Blackstone achterin, die koopt gigantisch veel huizen op ergens in Amsterdam, waardoor jij woont in Amsterdam en je kan daardoor geen huis kopen of je moet gigantisch hoge huren betalen. Ja, dan zit je dus met je eigen pensioenfonds tegen jezelf te spelen. Dus daar zie je eigenlijk weer, je moet uitzoomen, je moet dat hele systeem bezien. Je moet heel veel jaarverslagen uitpluizen, beleggingsportefeuilles uitpluizen, voordat je echt kan zien, werkt dit wel lekker voor ons? En het kan uittekenen. Ja, en het kan uittekenen. Dat is ook, moet je ook nog wel een aantal uurtjes voor uittrekken. Nou, ik ben wel verbluft hoor, door hoe je vanuit hier ook daar komt. Ja, dat is altijd een gek moment. Dus je gaat eigenlijk, je kan steeds groter gaan. Dus je ziet dat ook de pensioenfondsen die uiteindelijk, of dit bijvoorbeeld, schaduwbankaire stelsel. Dat zijn oneindig veel schetsen. En uiteindelijk heb je zo'n groot vel. Terwijl dat is gewoon zo'n detail, wordt dat uiteindelijk weer op die kaart. Dus alles wordt heel groot. En daarna moet je het weer helemaal terugbrengen naar een heel klein verhaal. Dus dit is dus weer die essentie. Het lijkt echt wel op een schrijfproces natuurlijk. Uiteindelijk, hoe dit stelsel, dit waterwerk in elkaar zit, dat bepalen politici, wij als burger. Er is een democratische inrichting. Je kunt dat geld ook niet loszien van eigenlijk gewoon de vraag, hoe willen we onze maatschappij inrichten? En als je nu dat hele stelsel in elkaar hebt gebracht, dan zie je dat het ergens echt is uitgegroeid tot een gedrocht waar al die losse partijtjes zelf niet meer ook van overzien welke rol zij in dat geheel vullen. En ik denk dat dat ook een van de doelen is van, ik denk, ja, dit is zeg maar een van de belangrijkste boodschappen die we in dit werk hebben proberen te vatten. Dat die individuele spelers misschien wel precies doen wat ze moeten doen. Zo'n pensioenfonds dat 7% rendement najaagt, maar niet meer ziet wat voor effect dat heeft in de rest van de samenleving. En eigenlijk, als je iemand die daar werkt ook vraagt van, vind je het dan goed dat die woningen in Amsterdam worden opgekocht en dat dan andere mensen meer huur betalen en dat daarmee dan dat rendement wordt gerealiseerd, dan heb je daar ook vaak wel een soort van eigen problemen. Weet je, Karl Marx heeft een mooi concept in Das Kapital en dat heet het fetisch karakter van de waar. En dat komt er eigenlijk op neer, precies die structuur die jij zegt. Je gaat als consument naar de winkel en je vraagt je niet meer af, hey, die kleding die ik koop, wordt die eigenlijk wel in Nederland gemaakt? Wordt die gemaakt door mensen die een leven leiden waarvan ik zeg, ja, dat hoort eigenlijk bij het goede leven zoals we dat hier in Nederland met elkaar voeren. Met al zijn verschillen en in al zijn pluriformiteit, hè, voor de duidelijkheid. Dat is allemaal weggehouden van de consument. Dat zit allemaal in China, mensen die uitgebuit worden in fabrieken. Waardoor trouwens in Nederland ook veel te weinig werk is in die sector. En wij ook helemaal die productiviteit kwijt zijn geraakt. En Marx noemt dat ook de fetish van de waar. En dat zit ook in de fetish ook van bepaalde bedrijfssectoren. Ik werk bij een pensioenfonds en ik ben bezig met het productief houden van geld voor mensen die straks met pensioen willen. Maar niet meer door kunnen vragen naar wat er achter de horizon allemaal met dat geld gebeurt. Ja. We zijn daarin ook begoocheld.
Ja, we begrijpen het zelf niet meer. Nee, we hebben geen integraal verhaal. Daarom vind ik het wel heel gaaf dat jullie ook zo'n deel hebben gebruikt om over het onderwijs te spreken. Ja. Daar gaat mijn proefschrift ook over. Hoe er een ideologische brainwash plaatsvindt als je bedrijfskunde en economie studeert in Nederland. En dat heeft precies hiermee te maken. Je krijgt niet uitgelegd hoe het radarwerk in elkaar zit. Ja. En wat de rol van moraal en maatschappij is. Je zit ja. in een globalistisch kader waarin je mensen begrijpt als consumenten met preferenties. En die naar bedrijven gaan die jou helpen om je behoeften te bevredigen. En het hele idee dat je een gemeenschappelijke wereldvorm geeft. Met voetbalvelden, met snelwegen, met werk, met nieuwe wereld, met YouTube. Ja, de hele verfraaiing van het leven is eigenlijk door een filter gegaan van economische transacties in die studies. En dat is ook er zit een gefragmenteerde mindset in die studies zelf. Klopt. En die wat we leren op school, dat bepaalt natuurlijk ook heel erg hoe we dat geheel bezien. Vanuit welke bril we dat bekijken. En ook welke mogelijkheden we zien om het anders in te richten. En dat maakt het ook zo moeilijk, want waar moet je beginnen? Hè? Kijk, de mensen die nu die beslissingen nemen, die zijn opgeleid in dat kader. Dus ga je nu op de universiteit, moet je het verbreden, hè? Het onderwijs moet verbreed worden, dat we met andere brillen gaan kijken. Maar je moet ook binnen die instituten, moeten ook weer mensen die dat dan praktiseren, die gaan ook die beslissingen nemen. En uiteindelijk dat geld, wat dus overal terechtkomt, we moeten niet vergeten dat het een afspraak is, het is een abstract iets, het is een construct. En we hebben allerlei claims en we kunnen denken, net zoals in die tijd van John Law, dat het heel veel waard is en dat we van alles mee kunnen. Maar als dat uiteindelijk allemaal lucht blijkt, omdat er geen productie tegenover staat, en dat moment breekt aan dat de bubbel klapt, dan is al die waarde is allemaal weg. En dan blijkt dat we ons rijk hebben gewaand en dat we in een sprookje hebben genoemd. Ben je daar toch een beetje bang voor? Merk ik dat ja, niet? Nou ja, kijk om je heen. Dan zie je, als we nu met die inflatie zitten. Dus allerlei mensen hebben geld en vinden dat ze recht hebben op iets. En mensen in dat pensioenfonds, die die vinden dat ze te weinig hebben. De jeugd baalt ervan dat ze geen huis kunnen kopen. Andere mensen hebben juist hele grote hoeveelheden geld en kunnen helemaal niet. Kunnen dus helemaal niet. Andere mensen hebben dus heel veel geld op hun rekening staan. Maar is dat ook daadwerkelijk? Heeft dat de waarde die ze denken dat het heeft? En daar worden mensen ook boos om. Kijk, als je denkt dat je iets hebt en je kunt er iets voor krijgen, en dat blijkt niet zo te zijn. Ja, ja. En die wereld die we nu hebben geconstrueerd, daar zit gewoon heel veel geld met geld verdiend. Ja. En dat is in die tijd van John Law, was dat een probleem. Dat is door de eeuwen heen gewoon altijd een probleem geweest. Als je dat geld met geld gaat verdienen, dan ga je niks produceren. Maar je krijgt wel claims. We moeten eigenlijk toe naar een degelijk kapitalisme, Thomas. Ja, Rijnlands kapitalisme, georganiseerd vanuit Nederland. Of trek eens even wat contouren, hoe zou het dan moeten? Of zeg je het is te ingewikkeld? Nee, er zijn een heleboel stappen die je kunt zetten die we kunnen veranderen. Maar we moeten reëel blijven, denk ik. Dus het belangrijkste in dat economische denken is dat je kunt niet op papier rijkdom creëren. We moeten dat in die wereld doen. De sociale grenzen respecteren. Als die ongelijkheid te groot wordt, krijg je sociale onrust. Dat is niet houdbaar. Als die grenzen van de planeet worden overschreden, dat we onze grondstoffen uitputten, dan kunnen we ook niks meer maken. Dus daar moeten we allemaal rekenen. Vanuit dat perspectief moet je op zoek gaan naar een geldsysteem, een geldhoeveelheid die rondgaat. Dus de hoeveelheid moet je afstemmen op wat die economie nodig heeft. Maar je moet vooral ook nadenken over dat verdelingsmechanisme. En dat is wat dat waterwerk doet. Op welke plekken komt dat terecht? En als we heel veel geld gaan maken voor speculatieve doeleinden, voor windhandel, zoals ze het zo mooi zeiden in 1720, dan bereik je daar gewoon niks mee. En dat is denk ik gewoon het allerbelangrijkste. Maar er is niet een model of zo wat een alternatief is hiervoor. Want de Chinezen doen er ook gewoon aan mee. Ja, we zitten wereldwijd in dit model. Gefinancialiseerd model. Ja, ja. Dus ja, daar zullen we toch vanaf. Maar daar wordt wel over nagedacht. Dus is ook wel. Ik denk dat we er niet aan ontkomen. Dus dat we ook gedwongen zijn door de ontwikkelingen om hierover te nadenken. En nou ja, we zien het ook nu.
komt reactie op dit werk. We krijgen je door discussies. Wij staan hier nu ook in het museum hierover te praten. En die discussie die is niet beslecht. Maar door erover te praten gaan we hopelijk wel steeds meer inzien dat hoe het nu werkt. Dat het echt tegen zijn einde aanloopt. Thank you.